Vindt u het ook zo leuk om in de donkere dagen van het jaar, zoals we nu leven in december, wel een bordspel te doen? Denk aan Halma of Barricade of Yahtzee, Monopoly of misschien wel een potje dammen. Maar misschien klinkt een potje dammen in de omgeving waar de cameraman Dirk en ik nu zijn een beetje oneerbiedig. Want de Damclub Strijd Zonder Spijt hier in Reijersdam heeft wel een bijzonder talent in hun midden. Het is Julia Binsarowska. Die is een tijdje geleden naar de wereldkampioenschappen in Izmir geweest in Turkije. En dat vonden we wel dermate bijzonder dat we daar eventjes met elkaar over praten. Nou, Julia, ik vind het wel heel fijn om eventjes met jou te praten over dat kampioenschap. Hoe ben je eigenlijk zo met het damsport in aanraking gekomen? Nou, dat kwam door schooldammen. Op mijn school, de Marnixschool, toen kregen we lessen van Henk Aminga en Michel Stemfer. En ja, eerst wist ik dus nog niet hoe leuk dammen was. Maar na een paar maanden, toen ging het best wel goed en werd ik dus uitgenodigd voor de club. En op de club begon eigenlijk alles. En ik dam nu iedere week op de club, op vrijdag met kinderen en op dinsdag met volwassenen. Zo. Maar eerst damde ik alleen met kinderen. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Zeg, nu zeggen ze wel eens dat dammen een sport is. Maar als ik aan sport denk, denk ik aan fietsen, hardlopen, zwemmen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind dammen meer een denksport, want het helpt mij ook bij het denken. Maar niet bij het... Bij dammen is het wel een beetje zo gewoon de hoofd gebruiken en niet de kracht in je lichaam. Dus. Nee. Maar ik vind ook dat er gewoon dingen zijn wat bij een sport gewoon ook gelden. Bijvoorbeeld omgaan met teleurstellingen of je moet altijd de concentratie blijven houden. Als je bijvoorbeeld even niet oplet, dan krijg je zo een punt tegen. Zeg maar, wie heeft eigenlijk ontdekt dat jij zoveel talent hebt voor dammen? Dat was Henk Aminga. En hij zei dus dat ik dan naar de damclub kon komen. En zo begon dus. Oh ja. Zo begon het dus. Doordat ik op de damclub kwam, toen leerde ik best wel veel. Eigenlijk. Ja. Dus er zijn ook allerlei trucjes, mag ik het niet noemen, maar belangrijke dingen. Ja, bepaalde zetjes. Ja, waar je op moet letten. Ja. Ja. En leer je die dan uit je hoofd? Ik moest ze eerst maken, maar als ik dus een combinatie maak en het is heel moeilijk voor me, dan onthoud ik die meestal wel, maar als die heel makkelijk is, dan onthoud ik hem niet. Ja, nee, ik kan me indenken. Zeg, nu was je, want daarom praten we ook met elkaar, nu ben je een tijdje geleden naar de wereldkampioenschappen in Izmir geweest. Wat een belevenis lijkt me dat. Wie heeft je daarvoor opgegeven? Nou, ik werd eerst derde van Nederland en dus de eerste drie plaatsen die konden dus naar het Europees en wereldkampioenschap. En ja, zo kon ik er wel heen. Ja, zeg maar, je nam nog helemaal niet zo lang, hè? Nee, maar ja. Henk, hoe lang damt al? Een jaar. Een jaar en dan al naar de wereldkampioenschap. Hey, en wie ging er met je mee? Mijn moeder alleen. Okay. Als mijn vader ook meeging, was het veel te... Ja, tuurlijk. Ja, daar kan ik me indenken. Ja, maar wat fijn. Dus die heeft jou gestimuleerd ook en lekker fijn meegedaan. Dampt je moeder ook met je vader? Mijn vader wel, die gaat vandaag ook dammen. Oh, wat leuk. En ja, mijn moeder kan het ook wel, maar mijn vader kan het wel beter. Oh ja. Maar ze kunnen het allebei wel. Ja, gelukkig. Hoe spannend was het om aan wereldkampioenschappen deel te nemen? Het was echt best wel heel erg spannend, want hoe hoger ik kwam, hoe spannender het gewoon werd. Want de laatste partijen die zijn altijd de spannendste en ook doordat ik hoger kwam, toen was het gewoon extra spannend en ik kon gewoon alleen maar aan Thomas denken. Ja, dat kan. Niets anders. Nee, kon je wel een beetje slapen dan?
Oh ja, best wel. Alleen het was niet fijn dat er muggen waren. Dus daarom moesten we nog een beetje spuit tegen de muggen kopen. Ja, ja, ja. En je ging natuurlijk fijn met het vliegtuig, denk ik. Ja. Maar dat was niet fijn, want ik heb dan last van oren. Oh ja. Ja, dat kan oorpijn is heel ja, vervelend. Heel ja, heel erg, maar... Fijn. Ja. Zeg, je dampt nog niet zo lang. En nu ben je toch al zesde van de wereld geworden. Terwijl je net zoveel punten had als nummer 3. Hoe kan dat? Ja, dat komt doordat ik dan weerstandspunten. Dat betekent de punten van de tegenstanders. Want ik moest voor de loting tegen niet zo sterke. En nummer 3, die moest dus tegen juist sterkere. En daardoor was het wel jammer dat ik dan zesde ben geworden. Ja, ja, daar kan ik me in denken. Ja. Maar zijn die wereldkampioenschappen elk jaar? Ja, die zijn elk jaar. Ja, dus je kunt, je weet nu al dat je volgend jaar weer gaat. Nou, nee? dat lijkt me wel erg leuk. Maar ik begrijp nu wel dat ik pupil ben. En dat is dan wel, dat moet ik echt tegen de hogere niveaus spelen. En dat is wel jammer. Ja, dus dan moet je heel hard blijven oefenen. Ja. En trainen. Ja. Ja, kijk, en dan komt die sport weer boven, hè? Ja. Volgend jaar, dus dat is al over 2 weken, ben ik al pupil, omdat ik dan al ouder ben. Oh ja. En je zit nu in groep 8? Nee. Nu zit ik in groep 7 en ik ben nu 10 jaar en dus over een paar maanden word ik al 11. Ja, en dan ben je automatisch pupil. Ja, want als ik dan bijna 11 word, dan ben ik automatisch. Oh ja, dat heeft ook met leeftijd. Ik zou liever wel zijn. Dat weet ik wel. Ja, 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 ja. Daar heb ik nog veel meer kans. Ja. Kon je wel vrij krijgen van school? Ja, zeker. Oh, het was gewoon tijdens. Ja, het was niet in de vakantie. Ik kon het natuurlijk. Het was niet in de vakantie, ik kreeg wel vrij. Maar dan moest ik wel al het huiswerk maken. Oh ja, ja. Dat zei je, maar ja. Ja, en vind je het lastig huiswerk maken? Gaat het vast wel goed? Gaat 15 minuten over. Oh, gelukkig. Nou, dat is dan helemaal geen... Zeg, toen je daar in Izmir was, hè, dat is een plaatsje in Turkije. Ja. Je moest spelen tegen allerlei andere kinderen uit de hele wereld. Kon je wel met die tegenstanders praten? Ja, ik kan dus Oekraïens en ook een beetje Russisch. Dat is bijna hetzelfde. Ja. En de meeste van die tegenstanders, die konden dus ook Russisch. Oh. Dus dat was wel handig. En natuurlijk kon ik ook met de Nederlanders praten. Natuurlijk. Dat ja. was ook wel. Waren er nog meer Nederlandse meisjes of jongens die meededen? Ja, zeker. Volgens mij was het... De hele team was 42 mensen. Zo, dat is... Dat is wel heel erg veel. Ja, ja. Ook heel veel deelnemers. Ja. Hey, en sliepen jullie dan allemaal in hetzelfde hotel? Nou, niet. Nee, er waren volgens mij 3 hotellen. Ja, er waren 3 hotellen. En allemaal in een andere. Maar er waren natuurlijk ook andere deelnemers die natuurlijk ook in een hotel moesten slapen. Dus sommige Nederlanders sliepen in hotel A, B of zo. Oh ja. Zeg, nou weet ik dat bij schaken, dan is er ook altijd een scheidsrechter bij. Is dat met dammen ook zo? Ja, dat waren arbiters. Ja, met hen kon ik wel praten, omdat ze of Russisch. Ja, ze konden allemaal eigenlijk Russisch, dus dat was wel fijn. Maar er waren geen problemen, want iedereen speelde met mij eerlijk, dus dat was wel mooi. Ja. Maar zit er dan bij elke wedstrijd een arbiter aan je bord, aan je tafel? Nee. Ze lopen gewoon rond en... als er wat is, gewoon een vinger, hand opsteken. Ja. En als ik bijvoorbeeld gewonnen heb, dan moet ik gewoon een vinger... Nou, ik doe het meestal met 2 vingers, want dat is wel 2 punten. Victor, op die manier. Ja. En nu gaan wij straks ook een potje spelen, hè. En wat is dit hier op tafel? Dat is een danklok en dat geeft aan hoeveel tijd je hebt. Als ik hem indruk, dan krijg ik er plus 3 seconden bij. En dan moet je ervoor zorgen dat de tijd niet opgaat. Nou, Julia, ik vind het eigenlijk wel tijd dat wij dan dat potje dammen maar eens moeten gaan doen. Wat vind je ervan? Ja. Ja, lijkt me heel leuk. Wit begint, hè? Ja. Altijd. Nou, zullen we dat dan maar doen? Wilt u de klok aanzetten? Want zwart mag altijd de klok aanzetten. En dat gebeurt op het middelste knopje. Ja, zo. Ja. Oh, dus je moet iedere keer... altijd indrukken. Ja. Oké. Okay.
is vast een instinker. Ja, bij dammen is het zo dat meerslag dus voorgaat. Dus twee slaan gaat voor. Dus één slaan mag niet. Oh, ik mag niet in deze slaan? Nee, 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 dat mag helaas niet. Kijk, dat, zat ik, dat wist ik dus niet. Zo, dat was wel een klap, zeg. Vreselijk. Oh, jongens. Geweldig. Ja, gefeliciteerd. Dank u wel. Geweldig gewonnen. Mooi, mooi, mooi.